even een reddingsactie doen. Of reddingspoging, maar meestal lukt het wel. Live at the scene. Kijk. Hij zit helemaal eronder in het hoekje zit hij. Ik weet niet of je kunt zien. Dikke grote groene, hele dikke. Dus, kijken of ik met de camera kan vangen. Nou, dat denk ik niet al te moeilijk. Hopelijk werkt hij zelf een beetje mee. Maar ze kunnen moeilijk doen hoor. Oh, wat kunnen ze moeilijk doen. Hup jongen, spring erin. Hup, hup, hup. Nee, deze gaat het moeilijk doen. Dat zie ik nou al. Oh, dat zie ik nou al. Hij gaat net doen of hij er niet is. Hier, hey, jongen, beweeg. Dat kan zo. Och. Dan springt hij het verkeerde kant. Ja, hij springt erin. Daar heb je hem. Joehoe. Kijk. Hij is erin gesprongen. Daar zit die dikkerd. Ja, dat is een hele dikkerd. Zo. Ja, ik schrok er zelf even van, hij doet wel niks, maar mooi is die, hè? Ik zal hem eventjes, ja, als ik hem eruit haal, is die weg. Maar we zullen even kijken wat hij gaat doen. Ik denk niet dat ik hem nog krijg als ik hem eenmaal laat gaan. Maar ja, meestal breng ik hem naar een goed plekje. Maar, ach, hup, zie je dat? Daar is die. Mooi is die, hè? Ik heb er wel een beetje verslag moet gebruik van maken. Die mooie kikker. Oh. Ik zie dat ik niet meer zoveel batterij heb. Ja. Kijk, mooi hè. Even kijken hoe even die oogjes zijn altijd zo mooi. Dat ik er goed in kan krijgen. Mooi hè. Maar vaak blijft hij niet zo goed zitten. Maar ja, hij zat er al 2 dagen. Ik had er geen tijd voor. Dus. Maar jongen, wat dacht je ervan dat je een beetje die kant op ging? Oh, je kunt hem pakken ook nog. Oh, daar gaat hij. Hup, daar komt hij vandaan. Hij zal de weg wel kennen. Snel is die, hè? Hup. Oh. Nee, dat is niet zo'n goede plek. Hoor je, Piet. Ik denk dat ik even moet ingrijpen, want... we hebben hem. Kijk. Doe hem weer terug in het netje. Hup. Neem ik hem maar even mee naar een betere plek. Nou jongens. Zo gaat het dus. Dus. Hier. Nou. Toele de dokie. En ik ga fietsen. Doei.